Oké, ik probeer... de X-E3 gebruik ik heel veel om te filmen. Maar ik heb eigenlijk... ik probeer dan ook te filmen zonder dat ik eigenlijk continu... Dus het gemak van zo filmen met je telefoon is dat je gewoon de camera opzet en je begint te filmen, je moet verder niks instellen. Met zo'n... wat is dat? Is geen spiegelreflex, maar een systeemcamera. Heb je er heel veel instellingen dat je kunt doen, je kunt daar heel veel verkeerd aan instellen. Dus ik ben altijd op zoek naar zo, wat is een goede manier om met quasi-automatische instellingen toch goede video te bekomen. Zoals eigenlijk zou filmen met dit, want dit filmt op zich wel goed. Maar zo'n grotere sensor als van de X-E3 of de X-T2 krijg je altijd veel mooier beeld. En het grootste probleem met dit is, de autofocus is heel goed, de stabilisatie is heel goed. Maar waar dit vooral last van heeft, is zo dynamisch bereik. Als je buiten in de felle zon loopt, dan ga je hier heel snel zien dat het dynamisch bereik gewoon niet voldoende is voor die camera. Terwijl met een grotere sensor, eigenlijk al gewoon de APS-C sensor van die X-E3 bijvoorbeeld, heb je dat probleem veel minder. Krijg je nog altijd een goed belicht geheel, ondanks dat je met je gezicht in de zon loopt of iets in die zin. Maar, en daarvoor ga ik even overschakelen op die andere camera, dus dan ga je misschien ook het verschil in beeldkwaliteit zien. Er is zo één iets waar ik altijd al mee gesukkeld heb. En dat is, ik zal het proberen laten zien terwijl ik film daarmee. Moment. Oké, nu ben ik gewoon die pot hier aan het filmen. Dus de scherpstelling, dat werkt allemaal goed. Maar het probleem is het volgende. Dus nu ben ik bij een 60ste van een seconde. Die 60ste dan moet je vasthouden. Dat is eigenlijk het dubbele van je framerate. Wat dat bij mij 30 frames per seconde is. Dat is mijn knie, niet op letten. Maar wat ik wil laten zien is ISO 400. En dan heb ik nu een automatisch diafragma gekozen. En met dat automatische diafragma gaat eigenlijk de belichting gaan corrigeren. Dus als ik nu even naar die locatie ga, dan zie je dat hij in verschillende stappen dat licht verspringen. En als ik terug ga naar hier, dan zie je dat hij dus dat diafragma in stapjes groter of kleiner zet om opnieuw de goede belichting te bekomen. Dus dat is heel vervelend als je filmt, dat die verlichting, of dat die belichting dat heel de tijd verspringt. Ik denk het beste om te laten zien is, kijk, zie zo, die kleine stapjes waarmee dat de belichting aangepast wordt. In de filmwereld heb je speciale lenzen die geen klikdiafragma hebben, maar dit is dus duidelijk een klikdiafragma. En het wordt ook elektronisch aangestuurd en kan alleen maar in die kliks bewegen. Nu, de oplossing is, ik ga nog snel even mijn telefoon erbij halen ook, om de instellingen te kunnen filmen. Daarvoor komt die microfoon al direct van pas. Als ik hem daar kan inklikken met de ene hand, ja. En dan de camera-app opstarten. Allee. Hup. En naar video. Kijk, als ik nu op opnemen duw. Op dit moment is hem al aan het filmen. Dus nu ben ik al aan het filmen met mijn telefoon. Zo snel gaat dat. Maar we gaan dus een keer kijken naar deze camera, naar de instellingen op deze camera. Ik ga je dat proberen laten zien. Dus nu heb ik dus die ISO, een 60ste van een seconde. Nee, die ISO. Dus die sluitertijd van 60 van een seconde die vaststaat omwille van mijn framerate. Ik heb ISO 400 gekozen, dat is een vaste waarde ook. Je kunt het daar zien van onder in beeld. En dan op mijn lens heb ik voor de correcte belichting gekozen voor die automatische diafragma. Dus het is dat diafragma die eigenlijk op dat moment mijn belichting bepaalt. Maar zoals je daarnet al kon zien, krijg je dan dus dat probleem dat die belichting verspringt. De oplossing is eigenlijk vrij eenvoudig. Je neemt een vast diafragma. Dus ja, hier binnen is nu niet zo heel veel licht, dus ik ga een vast diafragma van F2 nemen. En dan heb je eigenlijk, dus die sluitertijd zit vast, hebben we gezegd. Dus dan kun je enkel met die ISO-waarde gaan spelen. Maar je kunt die ISO-waarde ook op automatisch zetten. En hier is dan nu ingesteld dat je dat met dat scrollwieltje hier kan wijzigen. Ik geloof dat je dat ook met de touchscreen kunt wijzigen. Ah, dat is de ISO-waarde. Dus was naar beneden of naar boven scrollen. Ik weet niet meer hoe het was. Dus als ik die nu instel op automatisch. Zo. En als ik nu film, dat is ongeveer dezelfde scène van daarnet. Hè. Dus er is niks veranderd. Allee, de instellingen zijn veranderd. En als ik nu daar naar beneden ga, dan gaat dat dus veel vloeiender. En terug naar daar. Dan heb je die hapering niet meer. Om de een of andere reden kan hij via auto-ISO wel vloeiend. Dat was een vlieg die door het beeld vloog. Dus om de een of andere reden kan hij via de auto-ISO wel een vloeiende belichting aanpassen. Terwijl dat hem dat met diafragma-getal dus niet kan. Maar dus dat is de tip voor videobeelden met de Fujifilm camera's. En ik denk eigenlijk met de meeste digitale camera's. Hè.